Bijna 10 jaar geleden dat Kurt Cobain, het genie, het muziekgenie, dat hij overleed. Eigenlijk schoot hij zichzelf met een jachtgeweer voor zijn hoofd, als ik het goed heb. Dat klopt, hè? Nou ja, daar gaat het dus om. Dat weten ze niet. Sommigen zeggen dat kan nooit met die hoek, dat hij dat zelf gedaan heeft. Maar goed, dan verklap ik het filmpje. Ga dan... Bij deze. You can't buy happiness. I mean, that made me happy for a little while. But, I mean, I was just probably almost as happy with, you know, fine. I don't know, I look back on going to secondhand stores and stuff like that and finding a little treasure like that. And that actually meant more to me because it was more of a stab in the dark. Als Nirvana-voorman Kurt Cobain op 5 april 1994 een jachtgeweer tegen zijn hoofd zet, is de 27-jarige heroïneverslaafde in één klap een legende. Kurt Cobain is one of my heroes. I mean, he was a remarkable songwriter. Kurt Cobain is nog maar 24 als hij met het snoeiharde en grotendeels onverstaanbare Smells Like Teen Spirit een wereldhit scoort. Het nummer wordt een klassieker. Ook zijn latere werk wordt nog grijs gedraaid. I didn't know him personally, but 10 years later his music is still so potent as when the big record hit. De roem en aandacht die Kurt van de ene op de andere dag overvallen laten hem koud. Hij gedraagt en kleedt zich niet als een idool, maar blijft trouw aan zijn oude vest en gimpen. Hij geeft zijn scheepsladingen dollars liever uit aan gitaren en aan drugs. We live in an age where public figures take themselves so desperately seriously. And Kurt Cobain, you know, at the core of his being was an irreverent punk rocker. Kurt beïnvloedt een hele generatie muzikanten. En ook voor zijn fans is hij een inspiratie. De trend van de jaren 90 is een zo onverzorgd mogelijk uiterlijk en het zoveel mogelijk slopen van je persoonlijke eigendommen. In april 1994 pleegt de trendsetter zelfmoord. At 8:40 a.m. on April 8, 1994, Kurt Cobain's body was found. He had been killed by a shotgun wound to the head. The verdict was suicide. Het lichaam van de 27-jarige Cobain werd vanmorgen door een elektricien gevonden in zijn woning in Seattle. I looked a little close and I could see blood in the ear and a weapon laying on his chest. The news of his death was devastating. The traffic literally stopped in his hometown Seattle and thousands gathered to pay homage and to comfort one another. There have been many copycat suicides throughout the world. De zelfmoord van Kurt levert meer vragen dan antwoorden op. Zijn het de drugs die hem zo ver hebben gedreven? Zijn huwelijk met Courtney Love? Of is het Courtney zelf die Kurt de dood in heeft gejaagd? But you did some deal with Courtney, right? Yeah. She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. Courtney Love lijkt nauwelijks te rouwen om haar man. Ze wordt in no time met anderen gesignaleerd. Ze maakt zich alleen nog druk om Kurt als ze geld kan verdienen aan zijn royalties. Wat het Kurt's oude bandleden vrijwel onmogelijk maakt om ooit nog iets met de muziek van Nirvana te doen. Nog altijd raadsels rond die dood. Dat jachtgeweer bijvoorbeeld, daar hebben ze nooit vingerafdrukken op gevonden. Het is natuurlijk toch een beetje raar dat je zelfmoord pleegt en vervolgens dan nog even dat geweer schoonmaakt. Dus dat lijkt vrij sterk. En dan denk ik alleen maar, waar is Baantje als je hem nodig hebt? Een zalig weekend. Bezoek intussen onze website rtlboulevard.nl. Dag.